heb voor de Flying Devil staan aan het hek. Keun Dijkmans. FCC Biels met Dorien Sophie. DWC Maasland ter Zuid-Limburg. In die delay. Plakpunters. Estelle van Lingen. Voor de deurtrappers. Lonneke Heesemans. En de kampioen van dit jaar. FCC Lyon Noor. Isa van der Velde. Onderweg voor haar laatste wedstrijd van dit seizoen is het oude trokken op die groene piste. Queen Machine nummer 23, iemand minder dan Isa van der Velde. Ze heeft nog niet één wedstrijd verloren dit seizoen. En dat getuigt toch wel voor een waardige kampioen. En weer lijkt zij dan weer af te streven om als eerste naar die mee te gaan. En dan die titel ongeschonden binnen te kunnen gaan halen. Die gaan we dan mee krijgen. Op die tweede positie is dat dan de dame van de deur. Lonneke Heesemans doet het ook goed in zijn zomer. Het afspraak op die tweede plek kunnen gaan maken. Maar goed, dan ga ik nog verder niet bedenken natuurlijk. Het is niet van Van der Velde nog steeds vooraan. Dan gaan we kijken naar Heesemans. Dan gaan we kijken naar de 4-1-6. Van in die delay. Die doet daar een goede mooie aanval. Daar nog in de noord van de plakpunt. Dus tegen de 4-0 van de plakpunt. Dus met de 2-0 is Estelle van Inge. Maar de winst is overduidelijk voor Isa van der Velde.